Als medewerker van het regionaal landschap heb jij onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een spaarbekken in te zetten om meerwaarde te creëren voor het landschap en de biodiversiteit. Kan je toelichten hoe zo'n optimaal bekken er voor jou uitziet? Dag Mieke, goedemorgen. Ik ben inderdaad Steven Buurders, werkzaam bij het regionaal landschap als projectmedewerker recreatie en water. En als regionaal landschap zijn wij al enige tijd actief binnen de gebiedscoalitie Mechelse Groenteregio, samen met diverse partners, waar dat we vooral kijken hoe kunnen we landbouw ondersteunen bij watervraag, maar tegelijk ook kijken naar een valleibrede invulling van dat watersysteem en welke biodiversiteitsdoelen kunnen we ook koppelen aan die watervraag, om zo een integraal of een omvattend opzet te realiseren. Dat optimum of dat ideale bassin, hoe ziet dat er wat mij of het regionaal landschap betreft uit? Een zichtbare folie of een talu die boven het maaiveld uitsteekt, lijkt onszelf minder ideaal. En vandaar hebben we een conceptueel bassin uitgewerkt voor een van onze telers. Dat helaas nog niet is kunnen aangelegd worden, maar dat ziet er als volgt uit. Ingegraven folie met dan een verzwaring om niet te moeten bemalen en dus ook die vallei of die beekvallei niet te verdrogen, maar dat biedt ook kansen om beplanting van die talus te doen. Dus die folie wordt ingegraven tot op een bepaalde diepte. Er is uiteraard ook wel wat grondafvoer, doordat de talus niet boven het maaiveld uitkomen. In die, of op die locatie was dat ook belangrijk. Op aangeven van de waterloopbeheerder dat er geen overstroombaar volume werd benomen. Dus die ingegraven folie omwille van ook qua vergunningsredenen, zodat er geen oppervlakkige grondwateronttrekking zou zijn. En dan afhankelijk van het soortelijk gewicht van die bodem een bepaald pak aarde of porfiersplit op die folie. En dan de talus wat flauwer afwerken. Ook een beetje afhankelijk van de richting. Bijvoorbeeld de noordkant toch wel wat flauwer in te richten. Een bijkomend voordeel en naast een mogelijkheid tot beplanting van die talus is dat dat ook voor amfibieën interessanter is om zich in en uit die waterpartij te begeven ten opzichte van een bassin met zichtbare folie. Rondom is er uiteraard ook de mogelijkheid tot randbeplanting, hagen, heggen, houtkanten, knotbomen. Die hebben we daar ook mee als onderdeel van dat ontwerp ingetekend. Inderdaad, een folie die ingewerkt is. Denk ik dat landschappelijk interessanter is, ook visueel. Het ideaal zou natuurlijk zijn dat het niet nodig is. Maar goed, dan zit je natuurlijk met de context van oppervlakkige grondwaterwinning en heel die vergunningscontext daarbij. Dus de instroom van dat beekwater of dakwater moet zeker die verhouding ten opzichte van dat grondwater dat ontrokken wordt, als je zonder folie zou werken, dat verhaal moet wel kloppen natuurlijk. Mm-hmm. Maar je kan bijvoorbeeld met kokosmatten op de talus werken om te begroeien. Je kan randbeplanting doen. En er zijn uiteraard wel mogelijkheden om zo'n bassin te laten opgaan in het landschap. De vorm is misschien ook al een factor. Dus los van dat de talus boven het maaiveld uitsteken, en wat we ook hebben onderzocht, is in welke mate er ook meer een organische vorm zou mogelijk zijn. Op heden ken ik geen voorbeelden van dergelijke bassins. Wel van bekkens, maar dat is wel een belangrijk onderscheid, denk ik. Ik denk dat
best wel wat bekkes zijn, maar die dan vooral gericht zijn op piekdebieten opvangen, maar die dan niet in een productieve setting worden ingeschakeld en die dus ook niet bekleed zijn. Maar we hebben wel dat onderzoek gedaan met een aantal bassinbouwers over dat een wat meer grillige vorm mogelijk zou zijn. En dat blijkt wel degelijk het geval te zijn. En de meerkost daarvan was relatief beperkt. Dus dat is naast het wel of geen talus hebben, de vorm van het bassin is ook wel een element. Het inrichten van een bassin nabij een waterloop, dat wel een aantal nieuwe uitdagingen inhoudt. Rond het landschappelijke verhaal, ook rond biodiversiteit. Bijvoorbeeld, het zit soms in kleine dingen, zoals in welke mate communiceert dat bassin met de waterlopen. Wat betekent dat voor exoten? Want bijvoorbeeld voor stekelbaars, als die in en uit zo'n bassin kan zwemmen, ja, dat is een ideale habitat. En dus ook, dat zijn zaken die je bij een bassin nabij een bedrijf minder zult voor hebben. En dan dat verhaal rond die folie. Ik denk dat zeker ook een beleidsoverweging is. Eigenlijk op heden zijn landbouwers verplicht door die wetgeving rond grondwaterwinning om er een folie in te steken, terwijl dat voor de waterkwaliteit strikt genomen niet altijd nodig is. Dus ik denk dat dat ook voor het beleid wel een belangrijk aandachtspunt is. Klopt het dat om in de praktijk tot een realiseerbare situatie te komen, we ergens een middenweg moeten vinden tussen eerder een pool en dan het rigide foliebassin zoals we nu meestal kennen? Ik denk dat dat inderdaad een goede conclusie is, Mieke. Als regionaal landschap zijn we ook betrokken partij in de zin dat we ook een poolwerking hebben van oudsher en dat dat een belangrijke focus is voor ons om dat landschap op die manier ook een stuk te herstellen, die historische vederinkpoelen die ook een belangrijke habitat kunnen zijn, maar in een wijzigende context kunnen die inzichten ook wel meegenomen worden in de vraag naar opvangen van piekdebieten en de watervraag van landbouwers. En het is vanuit die inzichten of die ervaring rond onze poelenwerking dat we ook trachten om dat verhaal rond die bassins ook een nieuw elan van andere invulling te geven. Dat is geen evidentie. Het houdt wel wat nieuwe vragen of uitdagingen in. Maar ik denk dat er heel wat kansen in liggen als daar een tussenvorm, een hybride concept kan gevonden worden.